Vandaag in Uitgelicht, de grootste knaagdieren van de wereld, de capybara's. Capybara's leven in Arnhem in de bush en kunnen wel 60 kilo worden. Het zijn echte planteneters, net als onze huisdieren de cavia's, waar ze ook familie van zijn. De tanden van de capybara die groeien eigenlijk het hele jaar door. Nou, dat kan wel 6 tot 8 centimeter op een jaarbasis zijn. En daarvoor hebben zij dus deze knaagtakken nodig. Anders slijten die tanden dus niet. En kunnen ze op een gegeven moment niet meer eten, omdat ze te lange tanden hebben. Capybara's zijn volledig uitgerust voor het water. Ze hebben zelfs zwemvliezen tussen hun tenen om zich extra snel voort te bewegen. Wanneer er gevaar dreigt van een roofdier op jacht, zal een capybara direct het water in rennen. De ogen, oren en de neus zitten allemaal op één lijn. Zodat ze alles kunnen zien, horen en kunnen blijven ademen. Wil je meer weten over de capybara of andere dieren in de bush? Ga dan naar rtl.nl/uitgelicht. Uitgelicht wordt mogelijk gemaakt door de Deep Ocean Monsters Musical van Burgers' Zoo.